Zo. Trommelproject in Lossen. Het draait nu een dag of vier. Het water was donkergroen. We hebben in het begin op 1/3 van de kracht laten lopen. Dat het systeem kan laten indraaien, het bioloog kan indraaien. Aanvoer, waterval. Dan ook je de binnenkant nog even laten zien van die RVS-bak die erin zit. Kijk, dit is oud. Daar stond het velde drukvaatje in. En hieronder staat de luchtpomp. Onze luchtstaaf. Die ligt daarin natuurlijk. Alom bekend. Mooie beluchting. Dan gaan we naar de trommel. Even hier langs. Pompgevoed systeem. Trommelbak. Alom bekend inmiddels. De sensoren voor het spoelen. Ik heb even de beluchting uitgezet van de matten. Hier hebben we helemaal matten in gemaakt. En we gaan domproduceren voor onderin, 55 watt. Ja, ik denk dat hij nu met een dag of 4 helemaal helder is. Vijver is 1,80 meter diep. Dus ja, dat draait hartstikke mooi. Mooi weinig onderhoud aan het systeem. En dan staat mooi gecamoufleerd in de bosjes. Zijn plant zo een beetje netjes zetten. Maar ja, op 1/3 van de kracht van donkergroen naar deze kleur. Dat betekent meestal biologisch zich herpakt. En dat we, nou, als we hier maandag na het weekend zijn, dat je de bodem kunt zien. Dus daar in de hoek komen de retouren terug. Dat zie je nou ook mooi. Kun je ook mooi zien. Ik weet niet of de camera goed zichtbaar is. Daar komt het water terug. Dus ik denk alom weer een geslaagd project. We doen het dekseltje erop. En klaar. Mag je nou ook je vijven filtersysteem aangepast willen hebben. Stuur gerust een mailtje. En kunnen we dat verzorgen. Want met dit soort filters kun je zulke vijvers natuurlijk niet helder houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.